Welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Mantel video. Mijn naam is Niels, productspecialist bij Mantel. En in deze video gaan we in op de vragen die jullie ons hebben toegestuurd via Instagram. Heb je na het kijken van deze video nog meer onbeantwoorde vragen over je fiets, je fietsnavigatie of bijvoorbeeld je fietsonderhoud? Stel ze dan hieronder in de comments en misschien komt jouw vraag wel voorbij in de volgende video. Laten we beginnen. We beginnen met een vraag van het Fietsmannen. Zijn er waxproducten die langer op je ketting blijven zitten dan Squirt Loop? Allereerst bedankt voor je vraag. Wax heeft als eigenschap om de ketting uit zichzelf te reinigen. De ketting duwt namelijk als het ware het vuil er langzamerhand uit, terwijl het over de kettingbladen en de tandwielen loopt. Hierdoor valt de wax er tijdens je fietsrit geleidelijk uit en neemt het opgehoopt zand of vuil mee. Daarom moet je de ketting inderdaad wat vaker waxen dan bij een olie die langer blijft zitten. Het is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom fietsers dit gebruiken. Het houdt namelijk je ketting schoner. Er is dan ook niet echt een wax die langer of beter blijft zitten. Dit zou namelijk ten koste gaan van de zelfreinigende eigenschappen. Uiteraard kun je ook de waxproducten van Dynamic, Cyclon of Morgan Blue zelf eens uitproberen. De volgende vraag is van Hanne Tamperen. Zij vraagt: geven jullie ook onderhoud- en reparatiecursussen? Bedankt Hanne, helaas niet meer. We hebben dit in het verleden wel eens gedaan, maar momenteel zijn we bezig om alle onderhoudsklussen voor de fiets op video te krijgen. Zo kun je elke onderhoudsklus stapsgewijs leren en zelf thuis uitvoeren. Een playlist met deze video's zie je nu in beeld. Er komen snel weer nieuwe how-to video's aan, dus houd hiervoor ons YouTube kanaal goed in de gaten. @alexbskm vraagt: ik heb vlekken op mijn carbonvelgen, hoe poets je deze het beste weg? Dit werkt over het algemeen het beste met een krachtige ontvetter en een doek. We raden aan om geen remreiniger te gebruiken. Dit kan namelijk de lak beschadigen. Cyclon Bionet of Morgan Blue Chain Cleaner zijn geschikte producten om dit weer goed schoon te krijgen. Het IJsbrand gebruikt wax op zijn ketting, maar na één keer fietsen is het smeersel zwart. Hoort dat zo of is het gewoon weer snel fiets? Eigenlijk voordat je wax of olie op de ketting gaat gebruiken is het belangrijk om je aandrijflijn volledig te ontvetten. Dus niet alleen de ketting, maar ook al het vet op de cassette, de kettingbladen en de derailleurwieltjes. Dit oude vet kan namelijk weer gaan mengen met het smeermiddel waardoor alles alsnog zwart wordt. Ook bij een nieuwe ketting is het belangrijk om het conserveringsvet eraf te halen met een ontvetter. Dit kan ook na verloop van tijd voor een zwarte ketting zorgen. Wax houdt, zoals ik het al zei, de aandrijflijn langer schoon dan bij gebruik met een olie op de ketting. Een wax reinigt de ketting uit zichzelf en hoeft eigenlijk alleen maar opnieuw aangebracht te worden voor de rit. @Berndovic vraagt: je fiets afstellen voor op de Wahoo Kicker V5. Ik krijg een grindgeluid bij zware versnellingen. Vaak heeft de fietstrainer een net iets andere uitleiding dan bij het achterwiel wat je gebruikt. Mocht dit probleem veroorzaakt worden door de afstelling van je fiets, dan kun je dat met de kabel stelschroef op de achterderailleur aanpassen, door naar de kant te draaien waar de versnelling gaat haperen. Bij het opschakelen naar links, bij het afschakelen naar rechts. Bij een DI2 systeem houd je het knopje op de junction box 2 tot 5 seconden ingedrukt, totdat er een lampje gaat branden. Vervolgens kun je met de shifters ervoor zorgen dat de achterderailleur recht onder het desbetreffende tandwiel komt te staan. Mocht het geluid echt vanuit de fietstrainer komen, neem dan even contact op met de garantieafdeling. Onze laatste vraag is van @Dennis. Begin je met het schoonmaken van je aandrijflijn of eerst met het schoonmaken van je frame? Het is aan te raden eerst te beginnen met het schoonmaken van je frame, wanneer je maar één borstel of spons hebt. Zo voorkom je dat je het meest vettige en smerige deel van de fiets aan je borstel hebt zitten en je daar vervolgens het frame vuil mee maakt of zelfs bekrast. Dat zou zonde zijn. Heb je meerdere borstels, dan kun je het beste beginnen met de aandrijflijn. Maak eerst een sopje met een bike cleaner of als je die niet voor handen hebt, met een afwasmiddel. Schuim het frame volledig in met een spons. Pak vervolgens de borstel
om langs de ketting en de cassette te gaan. Spoel de fiets vervolgens helemaal af met water. Gebruik je olie op de ketting. Dan kan je een kettingreiniger vullen met ontvetter, wanneer deze erg smerig is. Of wat ontvetter in het doek doen, om langs de ketting te halen. Gebruik je wax op de ketting. Gebruik dan alleen de wax om de ketting schoon te maken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Zoals ik al zei, heb je nou nog meer vragen? Stel ze dan gerust hieronder in de comments. En misschien komt jouw vraag wel voorbij in de volgende video. En vergeet ook niet om deze video een like te geven en te abonneren voor meer mantelvideo's.